Ja, het is een stuk om je in onder te laten dompelen. Het is ook een soort ode aan de fantasie van de mens überhaupt. Door je te laten meevoeren en alle kanalen open te zetten, kan je zelf in een soort fantasiewereld terechtkomen. En ja, dat lijkt me eigenlijk niks heerlijkers dan als je dat kan doen. Dus het is niet alleen maar passief luisteren en over je heen laten komen, mag ook. Maar juist, zeg maar, laat je fantasie prikkelen. Prokofjev is dé componist van sprookjesvertellingen. Het is ook niet toevallig dat er zoveel balletmuziek van zijn hand is. Want je kan je plotseling ongelooflijke beelden daarbij voorstellen. Je ziet die sprookjes zich ontvouwen voor je ogen. En dat allemaal gewoon door de kracht van zijn fantasie en zijn kleuren die hij gebruikt. In dit vioolconcert is het dus juist van een soort duisternis naar licht. Daar beweeg je tussenin. Even later vouwt zich de meest lieflijke, prachtige melodie. En ook in het middendeel, Prokofjev weet zo goed te kleuren. Het is echt inderdaad alsof het gordijn van het toneel zich zo langzaam opent. En de mooiste werelden tonen zich dan voor je. En dus ook als speler is dat geweldig om te doen, want je hebt dan zoveel mogelijkheden om te kleuren en je eigen fantasie te gebruiken. En het is echt een soort onuitputtelijke bron. En het laatste deel van dat vioolconcert, want hij wist dat de première in Madrid gespeeld ging worden. Dus hij heeft er een best wel opzwepende, eigenlijk Spaanse dans van gemaakt. Met castagnetten en al. Met best wel woest ritme. En op het eind laat hij de hele tijd een grote trom, zeg maar, aan de onderkant van het orkest. Een soort puls geven. Dat is een soort oerkracht zit daar bijna in. En dat zorgt ervoor dat je echt gewoon helemaal, je kan niet anders dan daardoor meegenomen worden. Ja, dat is gewoon een heel dankbare manier om muziek te maken.